Hola, buenos días. Welkom bij deze podcast Uit de Schaduw in het Licht. Mijn naam is Manisha Sluizer en ik noem mezelf een soul whisperer. Vanaf dat ik geboren ben, ben ik al in contact met mijn helder weten. Weet ik al dingen, ik voel dingen, ik zie dingen. En in de loop der jaren is dat ontwikkeld, waarmee ik een mediumschap heb ontwikkeld dat ik kan communiceren tussen deze wereld en de andere wereld. En tegenwoordig is het zo dat ik boodschappen krijg vanuit het energieveld van jou, vanuit je ziel, vanuit je gidsen, begeleiders, mijn gidsen, mijn begeleiders. En ik werk samen met mijn spirit team. Joepie! Vandaag ga ik het met je hebben over deze wereld en de transities waar we in zitten. En hoe belangrijk het is dat jij in je kracht gaat staan. Nou, jouw grootste kracht is liefde. En laten we het daar constant over gaan hebben, dat liefde de grootste kracht is die wij als mensen bezitten. En op de een of andere manier zijn wij mensen ook in staat om elkaar te vernietigen. Maar die vernietigende kracht is eigenlijk een gevolg van een overprikkeld zenuwstelsel, van stress, van menselijke aspecten, van niet begrepen worden, niet gezien worden, niet gehoord worden. En we noemen dat ook wel trauma's, we noemen dat ook wel pijn. We noemen dat ook wel negatieve gedachten of depressies. Het is heel erg belangrijk in deze tijd om jezelf te voeden, om je ziel te voeden. Want we zijn naar een driedimensionale wereld gegaan waarin het gaat over de oppervlakkige dingen van het leven. En die diepgang is er niet meer. Het lichaam is er. De geest is er. Mensen zeggen, ik heb negatieve gedachten, ik ben depressief, ik heb angststoornissen. Het lichaam geeft pijnklachten aan. Mensen zijn ziek, zwak, misselijk, moe. Waar is de ziel? Waar is het aspect, ik voed mezelf, ik voed mijn ziel? En het is interessant dat dat al decennia er niet is. En de mensen die eraan doen, aan voeding voor de ziel, worden een beetje, dat zijn de outcasts, zijn de mensen die er niet echt bij horen. Het zijn de heksen, het zijn de shamanen, het zijn de gekken eigenlijk in de wereld. Terwijl de mensen die het weten, de mensen die het voelen, de mensen die begrijpen wat liefde is, dat zijn de kartrekkers. Dat zijn de nieuwe leiders van de wereld. Mensen die voelen dat het gaat over wat anders, dat het gaat over bewustzijn, dat het gaat over lief zijn voor elkaar, dat het gaat over harmonie, balans. Het gaat over die diepe hart tot hart verbinding. Dat we goed moeten zorgen voor elkaar, voor de dieren, voor de planeet. En als jij dat voelt, dan ben jij één van die voorlopers. We noemen het ook wel lichtwerkers, lichtstrijders. En dan heb jij een taak op aarde. En daar wil ik het ook met je over hebben. Uit de schaduw in het licht is natuurlijk loskomen van die beperkingen van het denken. De beperkingen van het lichaam. Maar om te begrijpen dat er beperkingen zijn, mag je begrijpen dat er een ziel is wat compleet vrij is. Er is een ziel wat door jou heen stroomt. Een essentie, een weten, een hoger bewustzijn. Dat is vrij. Dat is limitless. En wanneer je negatieve gedachten hebt, piekeren, dat je veel piekert, dat je veel twijfelt, dat je onzeker bent, dat je angststoornissen hebt, dat je keer op keer overprikkeld bent, moe bent, niet je plek kan vinden, geen relaties kan aangaan, laten we zeggen, niet echt kan werken, constant in dezelfde patronen valt van pijn, dat je lichamelijke pijnen hebt, dat je ziek bent, dat je eigenlijk niet mee kan doen in deze maatschappij. Als je keer op keer dit soort dingen tegenkomt, noemen we dat ook al, dan zit je een beetje in de schaduw. En jouw ziel is vrij. Die heeft geen beperkingen. Maar als je dus die pijnklachten ervaart, mentaal, emotioneel, fysiek, dan zit je dus vast. Dan zijn er beperkingen in jouw systeem. Nou, een negatieve gedachte is een frequentie, is een trilling. Dus wanneer jij negatief praat over jezelf, over anderen, als je denkt, ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet, ik ben waardeloos, het zal toch nooit lukken. Ik ben dom. Mensen die dyslectisch zijn, die automatisch denken dat ze dingen niet kunnen,
Wat een onzin. Je bent gewoon dyslectisch. Dat is het enige wat er is. En voor de rest kan je alles. En als je dyslexie hebt, kan je briljant zijn, geniaal zijn. Maar we plakken labels op dingen. En dat doet de 3D-wereld, dat doet de ego-wereld, dat doet angst. Klein maken. Nou, uit de schaduw in het licht. Laten we naar dat licht gaan. Naar in je kracht gaan staan. En jouw grootste kracht is liefde. Dus dat betekent dat liefde ook een bepaalde frequentie heeft. Dus als jij liefdevol denkt. Ik ben goed zoals ik ben. Ik heb potentie. Ik heb kracht. Ik heb talenten. Ik heb gaven dat ik wil delen. He, misschien ben je handig met je handen. Misschien ben je handig in je geest. Met je denken. Misschien ben jij iemand die gewoon heel sociaal, vriendelijk, vrolijk, zorgzaam is. Maar jij bent op aarde gekomen met jouw kwaliteiten als persoon en kwaliteiten als ziel om bij te dragen. Nou, waaraan ben je aan het bijdragen? Nou, de wereld zit in een van zijn grootste transities die er is. En wat we gaan merken in de komende tijd is dat er een tweesplitsing gaat komen in de wereld. Dus er zijn bewuste mensen die graag in harmonie willen leven met elkaar, liefdevol in verbinding. Je gaat zien dat er verschillende groepjes vormen, wat altijd al zo is. En we spreken over eenheid, over een eenheidsbewustzijn. In essentie is er een eenheidsbewustzijn, maar we moeten begrijpen dat er verschillende zielen, verschillende taken en doelen hebben op aarde. Zo zijn er ook mensen op aarde die de boel in de schaduw houden. Die ervoor zorgen dat jij in de schaduw blijft. En dat is ook hun taak, om jou in de schaduw te houden. Maar als het jouw taak is om in het licht te staan, heb jij werk te doen, heb je innerlijk werk te doen. En zo zijn er zielencontracten, hè? We hebben elkaar nodig om, oké, ik voel me nu in de schaduw gezet, ik heb nu pijn en ik voel me down en ik voel me niet happy en ik weet het allemaal even niet. Ik zit even vast in de schaduw. Oké, maar je hebt de schaduw nodig om weer naar het licht te gaan. Want als je niet in de schaduw zit, weet je ook niet dat je ergens anders naartoe wil bewegen. Maar hoe kom je van de schaduw naar het licht? Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Hoe doe je dat? Maar liefde is dus je grootste kracht. Dus groot zijn, in je kracht gaan staan, dat doe je met behulp van liefde. En liefde is liefdevol zijn, zacht zijn, vertrouwen, rust pakken, zorgzaam zijn, betrouwbaar, loyaal, dienstbaar, dankbaar, vergeving. Ja, onder liefde horen zeg maar heel veel positieve aspecten die jou kunnen helpen om uit de schaduw in het licht te gaan. Nou, de wereld zit in een van zijn grootste transities, dus je ziet gewoon dat de wereld zich gaat opsplitsen in bewuste mensen en niet bewuste mensen. Want iedereen heeft zijn eigen tijd om te realiseren wie je bent. Dus we hebben het over zelfrealisatie. Ga realiseren wie ben ik nou eigenlijk en waarom ben ik nou op aarde. En dat vraagt focus en het vraagt toewijding. Van oké, wacht even, ik zit nu in de schaduw, maar ik wil naar het licht. Dus het vraagt toewijding. Hoe kom ik hieruit? Toewijding aan je ziel, toewijding aan jezelf, toewijding aan je goddelijk pad, toewijding aan het hogere doel. En Spirit zei op een gegeven moment tegen mij, Manisha, het gaat niet meer over jou. En toen dacht ik, nou lekker dan, het gaat niet meer over mij. En ik begreep die boodschap eigenlijk niet zo, maar het was van, het gaat niet meer over jou, dus het gaat niet meer over persoonlijke stukken. Het gaat niet over persoonlijk gewin, het gaat over het gewin van het hogere, het gewin van mijn ziel. Toen dacht ik, dus er zijn bepaalde mensen dat ik denk, daar wil ik eigenlijk liever niet mee omgaan. Maar als ik kijk op voor het hogere doel, is dat super interessant en super leerzaam, omdat het gaat niet meer over mij. Dus ik word persoonlijk geraakt. Hè, veel mensen die in pijn zitten, kunnen ook gewoon gemeen doen en hard reageren en op een bepaalde manier met je communiceren. Maar als je kijkt vanuit het hogere doel, dan zie je dat mensen doen dat omdat ze zelf in pijn zitten. Dus mensen die zelf niet lekker in hun vel zitten, die zelf in pijn zijn of heel erg gestrest zijn of overprikkeld, die reageren niet fijn, niet liefdevol. Maar mensen die dus wel lekker in hun vel zitten en in hun kracht staan en in verbinding zijn met hun hart en met hun ziel, die reageren dus wel op een liefdevolle, steunende, begripvolle manier. Dus mijn les
was ook stap uit het persoonlijke. En toen dacht ik, ja, wat bedoelen jullie dan? Wat bedoel je dan met stap uit het persoonlijke? Het gaat niet meer over mij. Maar pak de dingen dus niet persoonlijk. Want zodra ik denk, waarom doe je zo gemeen tegen mij? Oh, dat ligt aan mij. Ik ben, en dan komen mijn negatieve overtuigingen. Oh ja, ik ben niet de moeite waard. Ik ben niet belangrijk. Ik ben niet goed genoeg. Dan ga ik opeens in zelfverwijt zitten en in zelfmedelijden dat ik allemaal niet goed genoeg ben. Maar het gaat helemaal niet over mij. Die persoon doet lelijk omdat die persoon een probleem heeft en die gaat een boodschap uitverkondigen naar mij. Oh, ben ik er nog? Mijn computer doet opeens gek. Ja, ik ben er nog. Maar die gaat, en iemand die in pijn zit, gaat een boodschap van pijn naar mij communiceren. Terwijl het aan mij is om in moeilijke situaties van het leven en in de confrontaties van het leven, om in mijn center te blijven en in liefde te blijven. Herken je dat? Dus ik word persoonlijk geraakt, jij wordt persoonlijk geraakt, ik schreeuw tegen jou, jij schreeuwt tegen mij, ik vind jou stom, jij vindt mij stom. Maar daar gaat het helemaal niet over. Laten we naar het hogere plan gaan. Oh, ben ik er weer? Ja. Laten we naar het hogere plan gaan. Het hogere plan heeft ons in elkaars leven gebracht om te groeien, om te leren, om te spiegelen. Dus er zijn mensen in jouw leven. Ik heb het nu even over jou en mij. Jij luistert naar mij, dus ik heb het even over jou en mij. Wij zijn in elkaars leven gebracht en de mensen om je heen zijn in je leven gebracht voor jou om te groeien, om te leren. En als we het hebben over spirit talk, lichaam, geest, ziel. Dus geest gaat over denken, emoties, gevoelens. Lichaam gaat over gevoelens, bewegen. En je ziel gaat over energie, energieuitwisseling. Dus er vindt altijd een energieuitwisseling plaats tussen twee mensen. En soms is dat een alchemie, een chemie, hè? Een seksuele aantrekking, een liefdevolle aantrekking. Kunnen we ook uren over praten, over seksuele aantrekking, over seksappeal, over de magnetische aantrekking van iemand. En vaak is het een bepaalde energie. Laten we seksuele energie even, laat ik het heel kort benoemen, laten we seksuele energie plaatsen in het kader van goddelijke energie. Seksuele energie is een levensenergie, is een goddelijke frequentie. En als je die voelt, als iemand dat in jou wakker maakt, maakt iemand eigenlijk jouw levensenergie wakker. En zo zijn er, nou ja, we noemen dat aantrekkelijke mensen, maar er zijn gewoon mensen die jou wakker maken in jouw seksualiteit, in jouw vreugdevolle, liefdevolle, plezierige basis, om meer van het leven te genieten. Maar wat doen we? Ja, seks, we gaan natuurlijk daar een uiting in vinden. Dus we gaan seks op een manier gebruiken die niet, nou, of soms wel voor het genot is, maar soms ook voor lust. En dat is prima, hè? Geen oordeel. Maar seksuele energie is een energie die jouw frequentie verhoogt in jouw lichaam. Dus sommige mensen zijn aantrekkelijk en die maken iets wakker in jou. Jouw levenslust, jouw levensenergie. Dat je denkt, ja. Genieten. Genieten is een heel belangrijk gevoel. Wil je je verbinden met je ziel. Want jouw ziel heeft het allerbeste met jou voor. En die zegt, kijk, geniet van alles. Vier het leven. Geniet van het leven. Kijk eens hoe mooi het leven is. Uit de schaduw in het licht. En ga ik meteen even naar de aarde, de planeet aarde. Dat als jij je gaat beseffen dat planeet aarde is op dit moment jouw thuisplaneet. Dus je kan eigenlijk zeggen dat ik ga op vakantie. Ja, ik ga even op vakantie en ik kom aan op een plek. En hoe ga ik dan om met die plek? Nou, sommige mensen, ik heb hier een buurman, die heeft een groot appartementencomplex. En toevallig hadden daar gegeten en die hebben allemaal bordjes over de rand gegooid. Het is allemaal rotsen hier en bergen. En dus mijn hond rende omhoog en die ging botjes eten. En ik denk, wat zit je nou te eten? Dus ik sprak die man aan. Toen zei ik, ja, er zijn allemaal gasten. Die gooien eten over de rand. Hij zegt, ja, er zijn gasten. En het is een puinhoop. Peuken overal, flessen alcohol overal.
die ruimen niet op. En er zijn mensen die houden de appartementen netjes, schoon. Die komen en die gaan en het ziet er nog net zo goed uit. Dus Moeder Aarde is eigenlijk onze thuisplaneet. En eigenlijk iedereen die op aarde loopt, is op vakantie. Als je het zo gaat bekijken. Dus dat betekent ook dat, hoe ga jij dus om met die plek waar je op vakantie gaat? Ga je dat verwaarlozen? Ga je dat vernietigen? Of ga je zeggen, wauw, ik ga daar zuiver mee om. Ik ga daar schoon mee om. En ik weet niet hoe het met jou is. Als ik op vakantie ga, dan ga ik ook genieten van het eten wat er is. En ik zit even te denken aan, ik had gisteren gesprek met mijn vriendin, die gaat naar Griekenland. Ik denk, oh, Griekenland, lekker olijfjes en lekker wijn. En nou, ik ben vegetarisch, dus lekker de kazen en de fruit en de avocado's en de lekkere dingen van een land. Nou, ik kan me voorstellen dat jij misschien denkt aan lekker vlees of vis en tzatziki en ouzo. Heerlijk. Zo heeft deze thuisplaneet, heeft dus natuurlijk zoveel moois voor ons. Die zegt, kijk, ik heb paprika en komkommer en courgette. En nou, ik heb in mijn tuin, ik heb vijgen aan de bomen. Ik heb 3 vijgenbomen. Ik heb mangobomen. Ik heb avocadobomen. Ik heb kumquatbomen. Ik heb citroenbomen. En Moeder Aarde zegt, kijk eens wat ik allemaal voor jou heb. Dadels aan de bomen, mijn hemel. En ik heb kippen die eieren leggen. Ik heb katten, ik heb een hond. Maar Moeder Aarde zegt eigenlijk, kijk eens wat ik allemaal voor jou heb. Kijk eens wat ik allemaal voor jou op aarde heb waar jij van kan leven. Nou, en nu gaan allemaal mensen natuurlijk dieren die er zijn, gaan slachten om te eten. Nou, daar heb ik zeker een mening over. Want ik zeg, dieren zijn onze vrienden. En ik geloof niet echt dat Moeder Aarde de dieren op aarde heeft gezet voor ons, voor massaproductie om te eten. Dat geloof ik eigenlijk niet. Ik geloof dat elke dier, net als elke persoon, een doel heeft. Zoals de mieren ook een doel hebben. En dat zorgt allemaal voor die, hè, de circle of life, dat proces van recycling, dat proces van opbouwen en afbreken. Net als de jaargetijden, de seizoenen. Ik geloof dat de dieren een functie hebben. De koeien eten gras, de geitjes, de schapen. Maar dat moet ook allemaal gemaaid worden. Dus die moeten natuurlijk daar rondlopen. En dan zie je, dat zorgt allemaal voor de flora en fauna op aarde. Maar in overlevingsstand, mensen zijn in mijn meningen in overlevingsstand gegaan. En die dachten, kijk, dat kunnen we allemaal eten. Dus die hebben een massaproductie gemaakt van vlees en van vis om maar te eten. Maar ik geloof dat Moeder Aarde zoveel moois heeft dat we daarvan kunnen eten. En we hoeven niet zoveel te eten. Kijk eens naar de supermarkten. Het is vol met eten. Uit de schaduw, in het licht. Dus gezond zijn. Dus de mensheid heeft allemaal snoep bedacht en koekjes en gebakjes en alcohol en sigaretten en allemaal lekkere dingen, allemaal verleidingen in het leven. Waar we eigenlijk ongezonder van worden. Wat wel geneugten zijn, waar we van genieten, maar het is ongezond voor de mens. Dus Moeder Aarde is even onze thuisplaneet en wij zijn bezoekers, wij zijn op vakantie. Maar we komen ergens vandaan. En op die thuisplaneet, ik denk, waar ik vandaan kom, daar eet ik niet. Dus alles is energie. Dus eten op aarde is echt fantastisch. Ik geniet er enorm van. En ik deed laatst ayahuasca. En ayahuasca zei tegen mij, wauw, wat zorg je... Mijn lichaam zei tegen mij, wat zorg je goed voor mij? Nou, mijn persoonlijke mening is dat ik nog beter voor mijn lichaam kan zorgen in de vorm van bewegen en kracht. Krachttraining doen. Dat doe ik momenteel niet. Maar ik denk dat mijn lichaam dat fijn vindt. En ik denk dat iedereen zijn lichaam het fijn vindt om sterk, stabiel en in balans te zijn. Nou, om het daar even kort over te hebben. Sterk, stabiel te zijn gaat over ademhalen. Wanneer jij op een juiste manier ademhaalt, dan gaat jouw stabiliteitssysteem en jouw zenuwstelsel blijft in balans. En bij de moeilijke dingen van het leven, de uitdaging, de confrontaties van het leven, gaan we omhoog in ons stressniveau, gaat de adem omhoog en is de doorbloeding in het lichaam minder goed.
En als de doorbloeding in je lichaam minder goed is, meer stress, meer spierspanning, meer klachten, meer piekergedachten, meer twijfelen, meer onzekerheid. Dus met een juiste ademhaling, een langzame diepe buikademhaling, herstelt jouw lichaam automatisch en kan je meer in je eigen center blijven. Ja, kan ik uren met je over praten. De wereld zit dus in een van zijn grootste transities. En het is belangrijk voor mensen zoals jij en ik om het hoge doel voor ogen te houden. Dus waar gaat het over? De boodschap die ik van Spirit krijg is: Manisha, alles is een spel. He, dus ik ben op vakantie, he. De aarde is, is even mijn thuisplaneet. Ik ben op vakantie, ik ben van een andere plek, ben ik hier gekomen. Dat ik denk, nou leuk, ik ben op vakantie. Nou, ik ben hier tijdelijk, hoe ga ik om met al die dingen? Ik neem allemaal informatie op. He. Ik ga lekker als je op vakantie bent, ik weet niet wat jij doet. Maar je gaat dingen bekijken en bezoeken. Je gaat mensen ontmoeten, je gaat lekker eten, je gaat lekker slapen, je gaat zwemmen, je gaat zonnen. He. Of je gaat hiken, of sommige mensen beklimmen de Mount Everest. Maar je gaat op avontuur, je gaat ervaringen opdoen. Op vakantie doe je ervaringen op. Dus in dit leven doe je ervaringen op. En die ervaringen brengen jou meer bewustzijn. Ze brengen jou plezier of ze brengen je pijn, maar het doet wat met je. Dus in het leven doe je zoveel ervaringen op die, als het goed is, jou ook heel gelukkig maken. Uiteindelijk, wanneer je dan op je sterfbed bent en je gaat over naar de andere wereld, dan is het, hey, wauw, wat heb ik veel ervaren, wat heb ik veel beleefd op aarde, wat heb ik veel mensen ontmoet, of wat heb ik mooie dingen gedaan, of wat heb ik, ik heb goed op vakantie geweest, zeg maar, op planeet aarde, ik heb veel gezien van de aarde, ik begrijp de aarde, en ik mag weer naar huis. Nou, voor sommigen duurt dat een jaar, voor sommigen duurt dat 20 jaar, 30 jaar, sommigen 100, die worden 100. Hè. Dus voor ons, de tijd op aarde is voor ons allemaal, nou ja, beperkt. Want niemand blijft voor eeuwig op deze planeet. Maar sommige mensen komen wel terug, sommige zielen komen terug. Omdat de aarde een fantastische planeet is om ervaringen op te doen. Om lekker te eten. Ben je nog bij me? Genieten. Ja, alles is een spel. Dus die zei, weet je, alles is een spel. Dus iedereen op aarde mag eigenlijk weer herinneren, wie ben je eigenlijk? En als jij zoiets hebt van, hey, maar ik begrijp het spel. Hey, en ik begrijp het spel ook. Ja, hey, dat wordt leuk. Dan is het leuk. En dan zeg je, ja, maar jij pakt dingen allemaal persoonlijk op. Ja, en jij ook. Ja, ik ook. Zullen we dat niet doen? Nee, oké, hoe gaan we dat dan niet doen? Want ja, dat ben je wel een beetje gewend. Ja, ik ben niet goed genoeg, het ligt aan mij. Oh, het is allemaal drama. Mensen maken de verkeerde keuzes, ja. Iedereen doet wat hij moet doen. Iedereen heeft zijn eigen niveau of level van bewustzijn. Iedereen zit op een bepaalde plek in het spel eigenlijk. Oh, zit jij daar in het spel? Oh, zit jij daar in het spel? Oh, jij zit daar in het spel. Oh, jij begrijpt dat allemaal al. Oké. We kunnen zoveel van elkaar leren. We hebben elkaar zoveel te bieden. Maar mensen zeggen ook heel vaak, bemoei je gewoon niet met mij. Oh. Echt, nee, ik wil het allemaal zelf doen. Net van die kleuters, weet je wel, die peuters. Zelf doen, mama. Zelf doen, papa. Oké, nu al. Dan komt die ego, die kikt al in. En die ego die denkt, ik kan alles zelf. Maar we hebben elkaar dus nodig. Uit de schaduw, in het licht. We hebben elkaar nodig om in de schaduw te zijn. We hebben elkaar nodig om in het licht te zijn. We hebben elkaar nodig om bewust te maken van, hey, jij zit in de schaduw, ga eens in het licht staan. Of hey, jij staat in het licht, wat fantastisch. We hebben elkaar nodig. Het is één groot spel. Nou, en als het dus één groot spel is, mag jij ook bepalen welke plek jij inneemt in dit spel. En besef je goed dat jij ervoor kiest om ziek, zwak en misselijk te zijn. Om in je slachtofferrol te zitten, om in jouw pijnklachten te zitten, in je depressie, in je angststoornissen, daar kies jij voor. Maar ik begrijp dat je misschien niet snapt van, ja, maar hoe kom ik eruit? Lichaam, geest, ziel. Het hogere plan in ogen houden.
Oké, wacht even. Ik ben dus gekomen voor wat anders dan waar ik nu in zit. Ik maak mezelf zo klein. Hè? Ik zit in de depressie, ik zit in de angst, ik zit in de pijn. Dat betekent dat ik mezelf beperk. Ik leg mezelf beperkingen op. Ik doe iets niet handig met mezelf. Ik heb een negatieve verbinding met mezelf. Ik heb een negatieve relatie met mezelf. Ik heb niet het leven wat bij me past. Dan doe je iets, je beperkt jezelf. Je saboteert jezelf. Kijk daarnaar. Er zijn mensen, ja, ik werk gewoon keihard. Ja, sommige mensen moeten hard werken om geld te verdienen, maar ook dat is een spel. Geld is ook een onderdeel van dit spel en geld is ook energie. En we kunnen op een hele andere manier met geld omgaan. Geld kan vrij uitstromen naar ons allemaal. Naar jou, naar mij. We moeten wel die weg zien te vinden. En geld gaat vrij uit naar jou stromen wanneer jij in het licht staat. Wanneer je in die frequentie staat van jouw kracht, van liefde, van plezier, van geluk, van gezondheid. Daar gaat het allemaal stromen. Maar jij beperkt jezelf. En jij kan uit die beperking, jezelf uit de beperking halen. Maar je moet wel begrijpen hoe. Nou, ik begrijp het spel. Ik begrijp hoe de mens in elkaar zit. Ik begrijp waarom jij vastloopt, hoe jij vastloopt, waarom je jezelf beperkt. Als jij bereid bent, we noemen dat zelfreflectie, zelfrealisatie. Als jij bereid bent om te zeggen, nou, dit wil ik niet meer. Ik wil in dat licht staan. Ik wil blij zijn, ik wil gelukkig zijn, ik wil liefdevolle relaties hebben. Dan heb ik handvaten voor jou hoe jij kan veranderen. Maar je moet beginnen bij, ja, ik wil veranderen. Ja, dit wil ik niet meer. En ja, het gaat dus niet meer over mij persoonlijk, maar het gaat over het hogere doel. Ik dien het hogere plan. Ik dien het hogere doel. En sommige mensen zijn alleen. Sommige mensen willen graag kinderen, hebben geen kinderen, kunnen geen kinderen krijgen. Het krijgen van kinderen is ook een hoger plan, is ook een hoger doel. Dat beseffen mensen ook niet. Die gaan jaren in een IVF-trajecten, terwijl het niet de bedoeling is dat ze kinderen krijgen. Er is geen contract met een kindje en dat is dan heel verdrietig. Maar wanneer je intuïtief in je hart blijft, ben je misschien wel gemaakt voor iets groters en niet voor één kindje of twee of drie of vier of vijf. Maar misschien voor heel veel meer kinderen. Ouderschap, moederschap, vaderschap gaat niet alleen maar over het hebben van je eigen kind. Het gaat over de relatie met jezelf en het gaat over de relatie met alles wat is. Met andere kinderen, met dieren, met planten, met bomen, met de natuur, met alles. Moeder aarde, father sky. Er zijn krachten zo groot, alleen wanneer we ons focussen op de beperkingen, is het klein. Maar als we ons focussen op al het grote, is het immens, fantastisch. Dus jij, waarvoor ben jij op aarde? Heb je al een idee? Heb je al, dat je als je kijkt naar je leven, dat je denkt, ja, dit is er allemaal gebeurd in mijn leven. Dit zijn mijn levenslessen. En het is allemaal de bedoeling dat ik uit de schaduw kom, in het licht ga staan. Ja, dus al die ervaringen en belevingen die je hebt gehad op aarde zijn bedoeld voor jou om naar het licht te gaan, om in je kracht te staan, om de relatie met jezelf positief, liefdevol, zorgzaam te maken. Heb een veilige, betrouwbare relatie met jezelf. Kan bouwen op jezelf. Weet, hé, ik verlies mezelf, maar ik vind mezelf ook weer. En ik heb hier iemand die woont hier vlak bij mij en die zegt, ja, de wereld is gewoon, het zijn allemaal slechte mensen in de wereld. En dan zeg ik, ja, nou, ik heb ze niet om me heen. Ik heb geen slechte mensen om me heen. Ik zie dat mensen op een bepaalde manier, laten we zo zeggen, het spel spelen. Mensen die het gewoon niet begrijpen. En ik zie mensen die het allemaal wel begrijpen. Je kan je aanpassen of je kan het spel goed meespelen. Dat zijn verschillende dingen. Pleasen, aanpassen of ik begrijp het spel. Ik weet hoe ik me moet gedragen. Ik weet hoe ik me moet, wat de regels zijn. Ik blijf in mijn center, ik blijf bij mezelf. Ik eer mijn bewustzijn. Ik eer mezelf, ik blijf trouw aan mezelf. Gecenterd, gegrond, krachtig. In verbinding met jezelf. Leven. Dingen beleven en ervaren. En als je de weg kwijtraakt, geen probleem.
Ik had laatst ook. Ik was helemaal overprikkeld. Dan ga ik schreeuwen. Ja. Waarom gebeurt dit allemaal? Hou op, laat me met rust. Ik denk, ja, meneer, je bent een beetje overprikkeld. Ga alsjeblieft rusten, want je wordt er niet vrolijker op. Ik denk, ja, ik moet gewoon even alleen zijn. Niemand om me heen. Anders ga ik denken dat mensen het fout doen en ze doen het niet fout. Maar ik kan gewoon even niet anders reageren dan prikkelbaar zijn. Ken je dat? Uit de schaduw in het licht. Dus jouw ziel, de soul whisperer. Jouw ziel verluistert de hele dag naar jou. De hele dag verluistert jouw ziel. Hallo. Hoor je mij? Voel je mij? Ik wil je wat vertellen. Begrijp je wat ik je vertel? Ik zorg voor jou. En laat mij de leider zijn van jouw leven. Durf mij te volgen. Durf mij te voelen. We hebben namelijk een plan samen. Ik weet het plan. Ik ken het plan. Ben je bereid om bepaalde zekerheden los te laten en met mij risico's te nemen, te springen, keuzes te maken? Ik zorg voor jou. Ik ben jouw zelfhelend vermogen. Ik kan jou genezen. Maar je moet wel luisteren naar mij. Je bent bezet. Je bent druk met al die gedachten maar in je hoofd. Dat je mij niet hoort, dat je mij niet voelt, dat je mij niet ervaart. Stop met denken. Adem. Het enige wat je bent is een ademhaling, een hartslag en een bewustzijn. Het denken is slechts een persoonlijkheid. Het denken is een instrument om op aarde te leven. Het denken is eigenlijk jouw magisch programma wat je om kan zetten tot iets positiefs. Net als een computer. Het is slechts een machine, maar als je de software opzet, komt het tot leven. Doordat jij kan denken, kan je keuzes maken. Hoger bewustzijn, lager bewustzijn. Dus je hebt een hoger bewustzijn waarmee je mag samenwerken. Een hoger bewustzijn wat je mag horen, zien, ervaren. Open de deuren tot jouw spirituele gaven. En de magie zal er zijn, de wonderen van het leven. Dat wat jij nodig hebt, wat jij verlangt, is daar. En het is vaak wat anders dan jij denkt. Maar ik weet wat je nodig hebt. Ik weet wat goed voor jou is. Het gaat over verbinding. En zachtheid. En rust. En liefde. En vrolijkheid. En spelen. Ik nodig je uit om weer te spelen. Neem het allemaal niet zo serieus. Vind je weg. Vind mij. Voel mij, zegt jouw ziel. Voel mij, zegt jouw ziel. Ik ben je intuïtie. Ik klop in jou. Ik stroom door jou heen. Hoor mij. Voel mij. Ervaar mij. En via mij. Ervaar het leven. Het is mooi hier. Het is fijn hier. We hebben werk te doen. Maak je klaar voor het werk. Moeiteloos. Zorgeloos. Plezierig. Rust uit. Ja? Rust. Er is zoveel te doen. En je kan het allerbeste doen door in rust aanwezig te zijn en vanuit daar te bewegen. Dit is de eerste podcast uit het licht. Nee, niet uit het licht. Uit de schaduw in het licht. Ik hoop dat ik je even mocht inspireren. Voor mij is het een vroege ochtend. Ik wilde op mijn yogamatje gaan zitten, maar er kwamen woorden uit en dacht ik, nou weet je, ik ga deze podcast met je opnemen. Ik zal er vaker zijn. Je zal me vaker horen. Misschien heb jij ook wel een mooi verhaal dat je zegt, maar Nisha, ik heb een verhaal wat ik eigenlijk wel wil dat mensen horen. Kunnen we een mooi gesprek opnemen, een mooie podcast. Eerlijk, rauw, puur, zuiver.
uit de schaduw in het licht. Ben jij bereid om in het licht te staan? Ben jij bereid om je werk te doen? Ben jij bereid om in je grootste, krachtigste versie te staan? Wat liefde is. Your power is love. Nou, heel veel moois. Mooie dag. Mooie momenten, mooie ervaringen, mooie belevingen. Ik geef jou een dikke knuffel voor nu. Weet, je bent nooit alleen. Je spirit team is daar met jou altijd verbonden. En ik zeg, geef jezelf een groot glimlach. Wees trots op jezelf, wees dankbaar voor jezelf. En heb een goede relatie met jezelf. Dikke knuffel en ik eindig met I love you.